Ik, een activist? Nee, zeggen veel professionals. Ik sta niet op de barricades, ik hou niet van roepen. Maar vandaag de dag zien we in organisaties een nieuw soort activisme ontstaan. Eentje dat heel goed aansluit bij de professional van de 21e eeuw. Dat is namelijk dat je bekwaam bent om vanuit je emotie, vanuit je gedrevenheid, een verschil te maken. Je gaat de business as usual in vraag stellen. Je durft in dialoog gaan. Je durft volgers creëren om een idee, om een verschil te maken. En daarbij ben je juist deep involvement. Dat wil zeggen, betrokken bij het grotere geheel. Want het is je loyaliteit aan het goede dat je helpt eigenlijk om activist te zijn. Je bent loyaal aan de organisatie, aan het vakgebied, aan je doelgroep. En van daaruit ben je gedreven om niet af te geven, om te blijven volhouden. Er is ook het transitiecanvas, want het is natuurlijk een methodenboek, niet alleen een visieboek. Het transitiecanvas die je helpt om die fundamentele inertie in systemen in beweging te krijgen, de business as usual in een transitieproces te brengen. En daarmee ben je dus facilitator. Veranderen, en dat is de bottomline van dit boek, is geen rationele, taakgerichte, planmatige activiteit. Veranderen is een psychologisch en sociaal gebeuren. Psychologisch, omdat mensen continu in een verwerkingsproces en een ontwikkeling moeten gaan. En een sociaal gebeuren, omdat de dialoog, het faciliteren, het voertuig is om die verandering in realiteit om te zetten. Methodeboek met visie onderliggend, maar vooral methodes en veel stappenplannen.